Universiteit van Nederland. Stel, je verliest een vinger tijdens het vuurwerk. Je smeert er een soort van gel op en poef, je vinger groeit gewoon weer aan. Hoe mooi zou dat zijn? De huid kan bijvoorbeeld nog wel genezen en een stukje lever kan ook nog aangroeien. Maar daar houdt het eigenlijk wel bij op. Maritza Rovers van de TU Eindhoven ontwikkelt zo'n gel die je lichaam triggert om ook andere schade te herstellen. Maar kan dit echt? Kan ons lichaam zichzelf herstellen als het kapot is? In de wetenschap proberen we dus dat zelfherstellend vermogen van het menselijk lichaam een beetje een boost te geven. Dus hoe kunnen we nou het lichaam sturen en eigenlijk aanzetten dat het dus wel weer terug kan groeien als het beschadigd is geraakt. En ook heel erg belangrijk dat het zijn oorspronkelijke functie weer terugkrijgt en dat het dus ook echt weer gewoon gaat werken zoals het voorheen heeft gedaan. Als je naar de natuur kijkt, is het wel mogelijk, zo'n zelfherstellend lichaam. Kijk maar naar de hagedis. Als je een hagedis bij zijn staart pakt, dan laat die staart dus los. Die valt eraf. Maar toch kan die hagedis deze gewoon terug laten groeien. Helemaal volledig met alles erop en eraan. Zoals kraakbeen en spieren. En ook heel belangrijk met de juiste functie. Die staart werkt dan weer precies zoals voorheen. Om dit zelfherstellend vermogen ook in het menselijk lichaam te triggeren, ontwikkelt Maritza een bijzondere gel. En het ziet er een beetje uit als snot. Dit is de gel die we ontwikkelen. Het is een slijmerige substantie. Je kunt het zelf vergelijken met de gel die je in je haar zou smeren. Alleen is de functie gelukkig heel anders. De gel van Maritza is te vergelijken met een soort gel dat je van nature ook in je lichaam hebt. De extracellulaire matrix. Om uit te leggen wat dat is, duiken we even diep ons lichaam in. In onze organen en nog een beetje verder. Tot op het niveau van onze cellen. En die cellen die zweven niet los in ons lichaam, maar die worden bij elkaar gehouden door ook een soort gelachtige substantie. En dit noemen we dus de extracellulaire matrix. En de cellen kunnen daar aan vast blijven zitten en als het ware in hangen. Maar het kan ook signalen geven aan die cellen. Dus dat ze moeten gaan delen en vermenigvuldigen. Die extracellulaire matrix is heel erg belangrijk. Want als deze ontbreekt, kunnen ze zich nergens aan vasthouden, waardoor ze niet kunnen groeien. Stel, je hebt een dwarslesie en je bent verlamd. Vaak is je ruggenmerg dan beschadigd en worden signalen van je zenuwbaan onderbroken. Er zit, simpel gezegd, een soort gat. Met aan beide kanten van het gat nog werkende zenuwcellen. Cellen die het eigenlijk prima doen, maar ze zijn zelf dus niet meer in staat om een bruggetje te maken en dus met elkaar weer die interactie aan te gaan. Daardoor kunnen de cellen zijn niet meer met elkaar verbonden en die kunnen dus de signalen van de hersenen niet meer naar het lichaam sturen. En daarbij kan verlamming als gevolg optreden. De gel van Maritza moet dat weggeslagen bruggetje helpen herstellen. Het vormt binnen het gat als het ware een steiger, een stellage. En daarin kunnen cellen die brug herstellen. Zodat de cellen die nog in jouw lichaam zitten en die het eigenlijk dus nog gewoon doen, een nieuwe soort gelachtige substantie zien die hun doet denken aan de natuurlijke omgeving, zodat die cellen daar eigenlijk weer in kunnen gaan groeien en zo hopelijk het ontstaande gat weer kunnen dichten. Het namaken van die menselijke gel, zo'n steiger, is nog niet zo makkelijk. In Eindhoven weten ze inmiddels wel al wat in zo'n steiger zit. Maar ja, hoe zet je met elkaar? Om dit uit te leggen, pakken we een doosje Knex. Knex ken je misschien nog wel van vroeger. Dat is dat plastic speelgoed waar je allerlei bouwwerken mee kan maken. Het bestaat uit losse staafjes en losse koppelstukjes in allerlei kleuren die je aan elkaar kunt vastklikken. Al deze staafjes samen, dat is natuurlijk maar gewoon een hoop staafjes. Dat is nog geen bouwwerk, is nog niks concreets. Als je nou zo'n staafje pakt en een koppelstukje, dan kun je die dus aan elkaar verbinden. En als je dat maar vaak genoeg doet, of met allerlei andere koppelstukjes en staafjes, kun je daar dus ook volledige bouwwerken mee maken. Zoals bijvoorbeeld deze steiger. En dat het bouwen van die steigers is eigenlijk ook heel versimpeld wat ik dus doe met onze gel. Waar we ook koppelstukjes en staafjes met elkaar proberen te combineren. Dan nu de grote uitdaging. De steiger van elk orgaan is anders. En het mooie aan zo'n soort van knecksysteem is dat je dus verschillende koppelstukjes met verschillende staafjes kan combineren. En op die manier kun je dus ook verschillende bouwwerken krijgen die er anders uitzien, maar ook bijvoorbeeld anders in grootte zijn. Of anders in vorm. Terwijl ze wel allemaal uit dezelfde bouwstenen bestaan. Namelijk al die staafjes met koppelstukjes. Zo kunnen we bijvoorbeeld een bouwwerk maken, of dus een gel die heel erg stevig is. De hele stevige gel zou bijvoorbeeld beter geschikt zijn om botten te laten groeien.
Maar we kunnen ook een stellage maken of een gel die is wat zachter. En daar is ook meer beweging in mogelijk. En dit is bijvoorbeeld geschikt voor ander weefsel, bijvoorbeeld dus het zenuwstelsel. En dat zou dan weer helpen met die dwarslesie. Alleen dan is de knex die we gebruiken heel groot. Dat zijn echt wel een paar centimeters. Maar de moleculen die zijn nanometers. Dat is echt miljoenen keer kleiner. Dus die kunnen we niet zo zien en bouwen zoals we dat wel met knex kunnen. De staafjes en koppelstukjes waar Maritza mee werkt, zweven voor ons onzichtbaar in water. Dus ik heb hier twee flesjes. In dit flesje zitten de staafjes. En hier in het andere flesje heb ik dan de koppelstukjes zitten. Op zichzelf staand zijn deze oplossingen nog geen gel. Het zijn geen bouwwerken. Je kunt zien dat het nog heel erg heen en weer beweegt en vloeit. Als ik die koppelstukjes vervolgens meng samen met de staafjes, dan zul je dus zien dat het eigenlijk gelijk al een gel begint te vormen. Moleculair gezien gaan nu die staafjes en die koppelstukjes namelijk met elkaar een interactie aan. Zoals ook de knekstukjes dat met de steiger ook doen. En dat kunnen we dan, als we heel eventjes wachten, zometeen ook bekijken of het goed is gelukt. Lukken of niet lukken, dat luistert vrij nauw. De gel moet namelijk voor elk orgaan net op een andere manier aan drie criteria voldoen. We proberen daar zo goed mogelijk de stijfheid van het materiaal na te bootsen, de signalen die de gel kan afgeven aan de cel en ook de beweeglijkheid van het materiaal. Maritza pakt de knex er weer bij om het nog wat beter uit te leggen. Als eerste kijken we naar de stevigheid van het materiaal. Zoals je bij deze stijger kan zien, kun je die best wel indrukken en is die een beetje wankel. Als we daar nou meer van die koppelstukjes en staafjes aan toe kunnen voegen, dan krijgen we een bouwwerk wat veel sterker is. Het tweede waar we naar kijken is hoe dynamisch is het materiaal. Dat betekent eigenlijk hoe beweegbaar het is. Je kunt je voorstellen dat een cel uiteindelijk hierin moet kunnen groeien. En die moet die ook een beetje kunnen vervormen om daar echt zijn weg doorheen te kunnen vinden. Dus de beweegbaarheid betekent ook dat er soms zo'n bindingje losklikt en weer ergens anders kan vormen. En zo op die manier is de cel ook in staat om zijn eigen weg daarin te vinden, omdat het materiaal een beetje kan meegeven. Als derde kunnen we ook extra signaalmoleculen toevoegen. Of in dit geval met de knex, dus van die decoratieve bouwstukjes die niet per se de stevigheid verhogen, maar wel het bouwwerk bepaalde signalen kan geven, die dus ook een cel kunnen stimuleren. Door deze signaalmoleculen kunnen cellen bijvoorbeeld gestimuleerd worden om te gaan groeien of om zich te vermenigvuldigen. Maritza moet maar zien te achterhalen welke combinatie aan bouwstenen ze nodig heeft voor de perfecte stijger voor elk orgaan. We gaan nu weer even terug naar die twee flesjes in het lab. Hoe gaat het met onze gel? Het zou nu klaar moeten zijn. In het water ontstaat inderdaad een soort snotachtige substantie. Heel voorzichtig uitproberen te lepelen. Dan kun je dus al zien dat hier dus die gelachtige structuur heeft gevormd. En dat dus de koppelstukjes samen met de staafjes die stellage hebben gevormd. We hebben een gel! Yes! En we denken ook een stijger. Maar hoe weten we nu dat deze juist is voor onze specifieke cellen? Nou, dat checkt Maritza door cellen op de gel te laten groeien. Ja, hoe reageren cellen daar nu op? Dus ik kijk vooral naar wat gebeurt er als we daar cellen op laten groeien. Blijven ze leven? Gaan ze delen? En daarvoor kweekt ze cellen in het lab. Bijvoorbeeld zenuwcellen. En als het materiaal dan geschikt is voor deze zenuwcellen, dan zullen we zien dat die zenuwcellen daar echt aan vast kunnen grijpen. Zodat ze ook in het knexbouwwerk bijvoorbeeld echt gaan hangen. De cel begint dan ook heel groot te worden en te spreiden. En als het echt een goed materiaal is, gaat hij zichzelf vermenigvuldigen. Dus dan gaat hij een aantal keer delen. Is het materiaal nou niet zo geschikt, dan blijft de cel heel klein en rond en kan hij misschien zelfs helemaal niet aan het materiaal vast blijven zitten. En dan moeten we dus weer een nieuw hydrogel maken en weer opnieuw testen met cellen of de nieuwe kandidaat beter is. Zo'n gel maken is vooralsnog trial and error. Maar de stijger voor het ruggenmerg lukt al aardig. De basis van de gel is goed en die werkt. We zien ook dat de zenuwen en de zenuwcellen levend blijven en dat ze kunnen groeien. We beginnen ook die hele lange uitlopers te maken. Wat dus ook echt kenmerkend is voor zenuwen. Dat zijn die hele lange, eigenlijk strengen in het lichaam die de signalen kunnen doorgeven. Ja, en die zagen we dus ook dat die ontstonden. Ik denk inderdaad dat de cellen daar heel blij waren en dat ze daar
goed konden gedijen en wat ze normaal ook zouden doen in het lichaam. Met zo'n gel zou je in de toekomst dus misschien een dwarslezen kunnen herstellen. Al duurt dat volgens Maritza nog wel een tijdje. De onderzoeken die wij nu doen, die zijn voornamelijk hier in het lab. Dus ook niet op grote organen, geen beschadigde organen, maar echt gewoon hele kleine celletjes. De volgende stap is eigenlijk focussen op hoe kunnen we het materiaal vervolgens in het lichaam krijgen. Daar komen ook nog wel wat lastige trucjes bij kijken. Ja, het moet injecteerbaar zijn. Je wil het zo minimaal invasief noemen. Dat is zo gemakkelijk mogelijk in het lichaam krijgen zonder moeilijke operaties. Maar je kunt je ook voorstellen dat het spuiten van zo'n stellage, je wil niet je stellage kapot maken. Dus het is nog maar de vraag hoe we dat nou goed in het lichaam kunnen krijgen. En daar zal ook het volgende onderzoek een beetje meer focus op hebben. Maritza durft nog geen teruggroeiende vinger te beloven. Voor nu is ze vooral heel blij als ze haar cellen ziet groeien. En dat ze tenminste in leven blijven, dat is eigenlijk ook al iets belangrijks natuurlijk. Voorlopig moeten we dus nog even zuinig omgaan met al onze ledematen en organen. Dankjewel Maritza. En jij, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!